Een goede morgen, 22 augustus vandaag, maar ik ga met jullie de YouTube creatie maken van november. En als ik het uit mijn hoofd heb, 7 november. Even checken, ja, 7 november. En wij zitten nu nog in augustus, maar we gaan al werken met kerst. Dit is het Hello Rudolph papier. Kerst met Rudolph. Ik vind hem erg leuk. En ik ga een adventkalender met jullie maken. Dus wat hebben we nodig? Uiteindelijk gaan we dit maken. Daar wordt een zakje. En we hebben 24 keer de maat van 19 bij 15 nodig. En ik ga natuurlijk niet alle 24 zakjes met jullie maken, maar ik ga er wel 4 met jullie maken. En eigenlijk heb je alleen maar een stukje 19 bij 15 nodig. En dat 24 keer. En dat ga ik rillen op de lange kant. En het is een beetje raar, maar ik ga hem rillen aan de linkerkant op 1 en op 3. En dan schuif ik hem door naar 5, naar 7, naar 9 en naar 14. En waarom doe ik dat nou op deze manier? Ik heb een hele moeilijke 16. Die kan ik bijna niet zien. Dus dan doe ik het op deze manier. Maar heb je wel een lijn die helemaal doorloopt, dan ril je hem op 5, op 7, op 9, op 14, op 16 en op 18. Op de lange kant. En op de korte kant rillen we hem op 2 centimeter. En op 12 centimeter. En dit ga ik dus nu ook even bij die andere 4 delen doen. Dus op lang, op 2 en op 12 en op kort, voor mij op 1, op 3. Dan schuif ik hem helemaal door naar de 5. 7, 9 en 14. Nog een keer de korte kant op 2 en op 12. Dan draaien we hem om. En ik doe hem aan de linkerkant op 1 en op 3 en aan de rechterkant 5, 7, 9 en 14. En doe hem dus op de rechte kant helemaal, dan is het op 5, 7, 9, 14, 16 en 18. Maar omdat ik dus geen duidelijke 16 heb, doe ik hem dus aan de andere kant. Dus op 1 en 3 voor mij aan de linkerkant. Op 5, 7, 9. 14 op de rechterkant en op de korte kant 2 en op 12. En dat doe je dus met alle 24 stukjes. Nou hebben we deze voor ons liggen en ik ga er eentje bij pakken.
En dan ga ik even mijn witte pen pakken. En een schaar, die was ik vergeten. Pakken we die gelijk even erbij. Zo. En van deze gaan we een deel wegknippen. Je hebt de 2 centimeter lijn aan de bovenkant en de 3 centimeter aan de onderkant. En deze gaan we wegknippen. Deze gaan we wegknippen. En die gaan we wegknippen. Dan gaan we deze wegknippen. Deze behouden we. Die behouden we. En laten we deze eerst maar wegknippen voordat we met de volgende stap verder gaan. Dus we gaan het kleine hoekje aan de linkerkant wegknippen. We gaan de 3 bovenste stukjes ook wegknippen. Zo. Sorry. Ik heb er 's morgens nog wel eens last van, een kikker in mijn keel. En de bovenste 4 stukken gaan we wegknippen. Dan ziet hij er voor nu zo uit. Dan gaan we onze liniaal erbij pakken. En we draaien hem naar de onderkant, zodat het flapje aan de onderkant zit. En je hebt 2 grotere vakken. En in die grote vakken, die zijn 5 centimeter, dan ga je een stip zetten op 2,5 centimeter. En ik ga het weer even met wit doen, want dan is het makkelijker te zien. En dat doe je bij deze ook op 2,5 centimeter. En dan heb je hier je punt van je vak. En hier een punt van je vak. En deze gaan we een streep tussen trekken. En dit gedeelte gaan we wegknippen. Dus die knippen de rillijn in. En dan hou je 2 driehoekjes over. En die driehoekjes, die gaan we wegknippen. Dus je knipt hem in tot aan de rillijn en je knipt hem weg tot aan de hoek van je creatie. Dus je knipt hem in tot aan de hoek en hier knip je hem ook in. Zo. Deze knip je ook in. De hoek knip je eraf en deze driehoek knip je eraf. Dat heeft aan de kant. Die hele driehoek hebben we niet nodig, dus je houdt ongeveer een centimeter over. Het kan ook iets minder zijn, dat is niet zo erg, maar dit wordt een plakstrook. Nou hebben we ook nog 2 stukken van 2 centimeter breed. En daar heb je een rillijn op. En op die rillijn, je hebt hier een rillijn, hier heb je een rillijn. En dan ga ik toch even met potlood doen, want anders moet ik weer een nieuw doosje maken. Deze rillijn. Daar gaan we een stip zetten op 2 centimeter. Dus op de rillijn. Dan doen we ook aan die kant een stip op de rillijn. En we gaan met ons liniaal en een rilpen van deze punt naar de punt van 2 centimeter een schuine streep zetten. Op deze manier. En dat doen we ook aan die kant. Een schuine streep. Dan pakken we het andere gedeelte. Dus ga je van deze punt weer naar je 2 centimeter punt. En je trekt een streep. En dat doe je bij deze ook. En nu hebben we de basis van je zakje. We gaan de rillijnen vouwen. Deze vouwen we naar binnen. Deze vouwen we naar buiten. Deze vouwen we naar binnen. De volgende vouwen we ook naar binnen. Dan vouwen we hem weer naar buiten. En weer naar binnen. Dan halen we hem uit elkaar. Dan vouwen we de flappen ook even naar binnen. Naar binnen en naar binnen. En dan heb je dus die rillijnen die je schuin hebt gevouwen. En die ga je een beetje meebewegen. En die vouw je ook naar binnen. Dus een beetje meebewegen.
Dan zie je dat hij eigenlijk al een beetje gaat flappen. Dan draaien we het geheel weer om. En dan gaan we op de 1 centimeter lijnen gaan we tape plakken. En ik heb linnenstructuur en dat doe je dus aan de mooie kant van je linnenstructuur. Dus hier gaan we erin plakken. En op deze twee gaan we erin plakken. En op deze gaan we erin plakken. Dan draaien we hem helemaal om. En dan heb je hier je 1 centimeter lijn. En dan plakken we aan deze flap aan de onderkant en alleen aan de onderkant een stukje tape. Dan draaien we de hele boel weer om. Dan halen we deze eraf. De andere nog niet. Dan klap je hem naar binnen. En dit stuk, dit gedeelte, vouw je erop. Dus je krijgt dit. Nou halen we de andere stukken eraf. En je vouwt het als een bakje. Dan vouw je de flapjes naar binnen. En je plakt het stuk waar nog geen tape op zit. Dus deze plak je op je doosje. Op deze manier. En dan vouw je die zo. Hop. Deze gaat dicht. Even een beetje helpen. Kijk, en dan krijg je doordat je die driehoek erin gemaakt hebt, krijg je een soort zakje. En dan kan je hem dichtvouwen. Nou had ik al een designpapiertje gepakt. En dit designpapier is 4,7 bij 9,7. En die ga ik aan de voorkant van mijn doosje plakken. Nou snap ik dat sommigen het hele doosje willen versieren. Maar ik heb hem maar aan één kant geplakt. Dus ik heb 24 keer 4,7 bij 9,7 gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat als je iets anders gaat maken zoals ik hem gemaakt heb, dat je ook de achterkant wil doen. Dus dan moet je dus 48 keer 4,7 bij 9,7. En dan is het misschien ook leuk om dit flapje te versieren met je designpapier. En dan heb je dus 24 keer 4,7 bij 1,7 nodig. Nou, klap ik hem dicht. En dan ga ik mijn open deel erbij pakken. En dat doe ik een beetje op gevoel. Een beetje in het midden. En nog eentje. En daar doe ik een lintje doorheen. En die lintjes die had ik al voor me liggen. Even met een klein stukje afgeknipt. En soms wil het er net niet door zoals jij het wil. Dan pak ik even mijn hulppen en dan geef ik hem een zetje. En ik heb af en toe dat mijn lintjes rafelen. En dat wil ik niet. Dus dan doe ik er heel even langs op met een ga ik er langs op met mijn aansteker. En dan is die minder rafelig. Nou, hij wil niet er doorheen zoals ik het wil. Kom jongens. Het is nog vroeger. Het is net 6:30 geweest. Nou, dit is wel een soepeler gegaan. Ja, anders zeggen we laten ons niet kennen. Daar doe ik een lintje doorheen. Daar maak ik een lusje van. En zo hebben we een doosje. Nou, die aan de kant ga ik nog een keer met jullie doornemen wat we weg gaan knippen.
En die andere doosjes gaan jullie dus zelf maken. Wat gaan we wegknippen? De eerste drie. Dan blijft er een vierkantje, een rechthoekje over. Dan gaan we deze twee wegknippen en het kleine stukje. En dan ga ik gelijk de boel draaien. Deze kleine gaat ook weg. Dan zetten we weer een stip op 2,5. En daarop 2,5. En daar trekken we dus een streep tussen. Dan gaat die weg. Deze weg. Inknippen tot aan de rillijn. Deze weg. Die weg. En hier knippen we een... Dit stuk gaat dus ook weg. Potverdorie. Dus deze inknippen aan de rillijn. En die knippen we geheel weg. Dan knippen we deze weg tot aan de rillijn. En ook die knippen we helemaal weg. Dan houden we alleen dit flapje aan de bovenkant over. Aan de zijkant alleen het kleine stukje knippen we weg. Dan knippen we hem in tot aan de rillijn. En de punt gaat er vanaf. Dan knippen we hem hier ook in tot aan de rillijn. En daar knippen we ook de punt vanaf. Het stukje van de punt gaat eraf. Hier tot aan de rillijn. Punt eraf. Nog een punt eraf. En deze punt eraf. Dan zetten we een stipje weer op 2. Op het middenstuk. Hier een stip op 2 in het middenstuk. En we trekken een lijn van deze naar daar. En ik heb een vrij rechte hand. Dus ik vind het makkelijker en sneller om het los te doen. Maar het kan dus ook met een liniaal. Dus van deze punt naar de 2 centimeter punt die je net gemaakt hebt. Dan ga je weer tape plakken. Op je 1 centimeter lijnen. Dat doe je aan deze kant ook. En aan die. Dan draai je hem weer om. Dan heb je je 1 centimeter nu aan de linkerkant. En daar plak je je tapeje weer op. We gaan de lijnen weer vouwen. Deze gaat naar binnen. En dat noemen we ook wel een bergvouw. Deze gaat buiten is een dalvouw, naar binnen, naar buiten, naar binnen. Deze ook even vouwen. En dan hoeven we niet van die hele strakke lijnen in te zetten. Dan klappen we deze naar binnen en halen we hem eraf. Dan vouwen we deze naar de zijkant. De volgende tapejes gaan er vanaf. En dan gaan we de zijflapjes naar binnen klappen. En dan het stuk zonder tape plakken we er als eerste op. En dit stuk als tweede. Dan vouwen we hem weer in. Deze klappen we er overheen. We pakken weer een stukje designpapier van 9,7 hoog bij 4,7 breed. En die plak ik aan de voorkant. Daar maak ik ook met mijn krokodil weer gaatjes in. Dus die leg ik hier. Hop. En dan hoop ik dat het lintje nu wat soepeler gaat. Pakken weer een lintje erbij. Een puntje. Deze even goed dicht. Dat is de eerste. Kijk, en dat is de tweede. Kijk, deze gaat al een stuk sneller. En daar maken we weer een lintje van.
Dan maak ik er natuurlijk een adventkalender van. Dus er komen ook nog getalletjes op te staan. En zo. Die had ik alvast op een rondje gemaakt met een stempeltje. Dan ga ik op deze twee even een getalletje plakken. Deze hier. En dan hebben we nummertje 4 nog. En om te laten zien wat ik er dus van ga maken, had ik natuurlijk al die andere zakjes heb ik allemaal al gemaakt. Deze zakjes, de rest van de zakjes, kunnen jullie zelf maken. Dan hebben we natuurlijk ook nog hele leuke tekstjes. En daar ga ik er even eentje van uitknippen. En die ga ik ook even op de creatie plakken, gewoon omdat ik dat leuk vind. Die ga ik hier zo. Er zitten streepjes op, dus daar kan je makkelijker knippen. Zo. Nog even mijn lijm erbij. Toch handig als je al voorgestempelde of gesneden kaartjes hebt. Oh, hij komt een heel klein beetje uit mijn zakje. Dat wil ik niet. Oh, recht blijven zitten. Zo. Dan ga ik dit even allemaal aan de kant leggen. En dan ga ik de creatie erbij pakken. En nou is die een beetje te groot om hem zo te laten zien. Dus ik ga hem even neerleggen. Want dit wordt mijn adventboom. Ik heb een boom gemaakt. Zo. Gewoon een boom gekocht. Van Tempex. En die heb ik versierd met allerlei bladeren en papier. En dan ga ik door het lint een speldje steken. En dan ga ik hem erin prikken. En dan is dit de gehele creatie. En dan ga ik hem even aan de zijkant zetten. En dan ga ik jullie even loskoppelen, zodat jullie de hele boom kunnen zien. Dus ik ga jullie er even uithalen. Dan kunnen jullie zien wat voor rommel ik maak als ik bezig ben. Maar uiteindelijk wordt dit dus de boom. En die kunnen we geheel ronddraaien. En dan heb je dus aan alle kanten zakjes hangen. Nou, dat was hem weer. Ik hoop dat jullie er iets leuks mee gaan maken. En tot de volgende keer. Doei doei!